Hallo, mijn naam is Sophie Muller. Ik ben beeldend kunstenaar. Ik woon en werk in Gent. Mijn oeuvre kan gezien worden eigenlijk als één groot onderzoek naar de mens. De twijfelende mens, de zoekende mens. Eigenlijk la condition humaine. Mijn specifiek interessegebied gaat toch wel ook naar de individuele kwetsbaarheid, de imperfectie. Dat zijn zaken die me heel sterk inspireren. Ik noem mezelf zeker ook een allround kunstenaar. Ik ben niet vast te pinnen op één bepaald métier of techniek. Ik ben heel onderzoekend en experimenterend qua technieken en materialen. En ik heb al meerdere periodes doorzwommen doorheen mijn oeuvre. Gaande van brons, verbrand hout, albast, tekeningen in bloed, in rook. In alles wat ik doe, tracht ik echt naar die essentie van het leven te gaan. Ik schuw ook zeker niet de universele gevoelens, wat natuurlijk ook een herkenbaarheid kan dragen bij de toeschouwer. Ja, eigenlijk alles wat ik doe is vanuit een reflectie, maar dan eerder de donkere kant, de licht melancholische kant van het leven. Bij deze. En ik wil de academie enorm bedanken voor deze eervolle prijs.